Waar ben ik jaloers op? Waar wil ik nog steeds een keer graag naartoe op vakantie? Want hoe verder ik kom, hoe meer en meer ik die serie ga waarderen. Het is zaterdag. En deze gaan we ruilen. Oh, gaan we die ruilen? Het is zaterdag. En de eerste dag van de vakantie. En wij zijn Bubblebox Junior aan het spelen. Sarah en ik. Alleen, we spelen het niet volgens de regels. We stellen gewoon om en om een vraag. En dan kijken of de ander jouw antwoord kan raden. En dan hebben we het punt. Gewoon even lekker simpel. En we zitten lekker nog in ons pyjama. En het is al wat later. Maar we hebben gewoon echt genoten van het feit dat het vakantie is. Kun je vrienden zijn met je ouders? Ja. Ja, vind je goed. Is het zielig om dieren te eten? Het is wel zielig, maar het hoort er wel bij. Dus ik denk je kiest dat voor? Maar ik denk dit dat, is ja, dit ik is Ik denk mee. Dat jij het wel zielig vindt, ja. Ja. Wat vind ik de leukste dag van de week? Vrijdag naar zwemles. Ja, mijn hele dag. Zaterdag en zondag? Eén dag. Zaterdag. Ja, en waarom zaterdag en niet zondag? Omdat zondag is de dag daarna gelijk voor school en zaterdag niet. Ja, inderdaad. Want zondag moet je daar wel weer rekening mee houden en zaterdag niet. Je hebt een punt. Wie is mijn held? Mama. Dat zeg je altijd, je bent mijn held. Oh. Ja. Welke kleding draag ik het liefst elke dag? Een jurk of rok? Maar het liefst een jurk. Broek. Is dat nieuw? Sinds kort na. waar ben ik jaloers op? Dat jij geen kind meer bent, maar dat ik dat wel ben? Het was niet het antwoord wat ik had verzonnen eigenlijk. Maar dat is wel waar. Wat ik maar zei. Het is geen fout antwoord. Het klopt wel. Yes. Ik val jaloers niet het goede woord, maar ik zou het wel... fijn vinden, weet je. Kind zijn en kunnen is wel heel fijn. Dus wie is de stomste persoon ter wereld? Nou, dat zei je van de week. Wie jij het allerstomste vond. Ja. Mark Rutte, zei jij. Die vond ik heel leuk. Want daardoor kan je niet alle dingen die je wil. Waar wil ik nog steeds een keer graag naartoe op vakantie? En wacht, ik heb één antwoord, maar ik denk niet dat jij dat hebt onthouden. Australië. Ja, die stond niet. Die wil ik heel graag. Ja, maar daar ben ik al geweest. Dit is een land. Laat me heel even uitpraten. Ik heb er één. Maar daarvan denk ik niet dat je me hebt onthouden. Al weet je wel, want hij staat wel op mijn vision board. Maar ik weet niet of je de naam weet. En. Skydive. Skydive is geen landschat. Dus ik doe mijn favoriete top 3. Of je er daar één van raadt. Ik wil echt Australië. Ik heb het echt vermoeden. Ja, dat wil ik wel heel gegeven, maar dat staat niet in mijn top 3. Het staat wel hoog. Eén land en iedereen vindt het altijd gek dat ik dat wil. Maar dat is wel echt waar ik al heel lang naartoe wil. Omdat het me heel mooi en interessant lijkt om daar naartoe te gaan. Maar dan wil ik wel dat jij ouder bent. Hoe oud? Nou, ik denk wel zeker rond de 12 of zo. Dat je echt even wat steviger. Met welke letter begint het? Nou, het is meer een stad in een land. Het land begint met de R en de stad begint met een M. Dat is echt wel mijn nummer 1. Het staat gewoon op de wachtlijst. Ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Moskou in Rusland. Oh. Je hebt het wel eerder gehoord, hè? Ja. Maar ik dacht dat heb je niet onthouden. Ja, maar dat krijg ik dan wel. Nee? Nee, jij was ook streng voor mij. Kom op, je hebt genoeg punten. Wat is het stoutste dat ik ooit heb gedaan? Het stoutste wat je ooit hebt gedaan? Oh, moet het in je oor zeggen? Dat was er niet. Weet je wat het
Ja, nou dat vind ik wel een hele goeie. Dus dan heb je een belfout. Oeh. Maar die andere die je zei staat op nummer 2. Oké, okay, nou, dat is niet fout. Naar welke periode zou ik teruggaan als ik een tijdmachine had? Naar de oorlog. Dat was een grapje, hij maakt een grapje. Okay. Nou, ik denk niet dat je deze vraag weet te beantwoorden. De tijd van de dino's. Nou, dat zou ik veel te eng vinden. Nee, ik zou teruggaan... Naar de tijd dat we apen waren. Nee. Wil je het weten? Ja. Ik zou teruggaan naar ergens in mijn puberteit. En, doe je kind wel! Ja, maar laat me heel even uitpraten. En mezelf alleen waarschuwen voor bepaalde dingen die ik echt anders zou willen zien. Dus bijvoorbeeld waarschuwen voor het moment hoe jij je ongeluk kreeg met je hand. Dus ik zou niet mijn grote tijdlijn willen aanpassen, maar wel dat soort momenten. Dus hoeveel punten heb jij? Waar echt iets op fout gaat, gaan we zo kijken. Daar zou ik mezelf alleen een waarschuwing, omdat ik bijvoorbeeld dan jou je leed bespaar. Oké, okay, nou spannend. Gaan we tellen? 1. 1, 2, wacht even. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16. Ja, ik moet nog even die veranderlijkheid. Hoe noem je dat? Veranderlijke tijd. Ja, nu hadden we de vraag welke superkracht. En voorheen was het vliegen en nu is het opeens water en vuur. Maar je verandert nogal vaak van mening. Kijk, bijvoorbeeld, er is iemand in gevaar en er is brand. Dan kan ik zo ijs, waardoor het vuur weggaat. Eigenlijk water dan. Maar waardoor het vuur weggaat, kan ik het kindje redden. En als er... Maar met vliegen kan je ook iemand wegvliegen. Oh ja. Geen vliegen. Ja, ik zou echt vliegen kiezen. Dat zeg ik al heel lang en daar ben ik nooit van... En nu is het tijd voor heel veel Lego. Echt. Er zijn deze dozen, in ieder geval vooral Sarah, maar ik help af en toe mee. Deze helemaal bouwen. En deze is nu aan het bouwen. Ja. En even kijken. Waar is die? Ja, je hebt heel veel. Deze staat al in elkaar. En deze is nu bijna klaar. En dan moet deze. Nee, deze zweefmolen. Deze is al klaar. Oh, die is al klaar. Welke ben je nu aan het doen dan? Nee, dat moet er toch nog op? Niet. Ik weet niet wat je dan... Oh, die zeker. Die. Welke? Deze. Oep. Welke ga je nu bouwen? Deze. Ja, die. Zo leuk, we hebben net Sarah naar bed gebracht, maar we hebben voor het eten nog deze gebouwd. Hij is echt cool. Het is een beetje jammer die schaduw, maar kijk. En nu ga ik lekker de Umbrella Academy verder kijken. Want hoe verder ik kom, hoe meer en meer ik die serie ga waarderen. Ik zit trouwens te denken, want er zijn 2 seizoenen, dus ik denk dat het niet eens een nieuwe serie op Netflix is. Maar ik vind hem leuk. Nou, dat was best wel een leuke, lekker begin van de vakantie. We hebben gewoon gezellige dingen gedaan, heel veel. Ja, en nu ga ik naar bed. Ik weet niet of het een hele boeiende vlog was, maar het was in ieder geval wel een hele fijne dag. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.